Vandaag 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw. Een dag waarop gelijke rechten en kansen, vrijheid en strijdbaarheid van vrouwen centraal staan, wereldwijd. Maar hoe zit het met de positie van de vrouw in Suriname? We nemen dit en nog meer vandaag onder de loep. Welkom bij Under the Loop, het programma waarin we actualiteiten in brede perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering behandelen wij de positie van de Surinaamse vrouw in verband met Internationale Dag van de Vrouw. Onze gastcolumnist voor vandaag is Maggie Schmeitz. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. Aan mijn tafel vandaag twee sterke vrouwen. Minister Krishna Mathura van Defensie en advocaat Serena Esset. Welkom, dames. Dank u. Vrouwen, Internationale Dag van de Vrouw. Welkom. Dank u. En ja, vandaag is Internationale Dag van de Vrouw. Zijn jullie wel bewust ervan? Of is het gewoon just another day? Oh, misschien de minister eerst. Nee, we zijn er heel erg bewust van. Het heeft te maken met de ongelijkheid die er is tussen mannen en vrouwen. En we moeten deze dag echt ook aangrijpen om te benadrukken dat vrouwen gewoon mensen zijn. En dat ze alle recht hebben om betrokken te worden in de ontwikkeling van ons land. In alle aspecten, op alle niveaus. En dat we als vrouwen ook, maar ook als mannen proberen zoveel mogelijk vrouwen te empoweren. Maar ook ze de gelegenheid te geven. Dus terecht heeft de VN 8 maart uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vrouw. Ja. En ik denk dat we niet lichtvaardig moeten gaan over de strijd die vele vrouwen voor ons hebben moeten voeren om te komen op de plaats waar we zijn. Ja. Omdat op dit moment we toch kunnen stellen dat anno 2021 de positie van de vrouw, de ontwikkeling is positief te noemen. Ja. Maar als we kijken naar de geschiedenis van de vrouw, toch? Het feit dat vrouwen niet altijd zelfs het recht hadden om de politiek zo te beleven en daarin uit te oefenen, om te werken zoals we dat nu kunnen doen. Er zijn vrouwen die echt strijd hebben moeten leveren, ja, zodat wij kunnen leven op de manier zoals wij dat nu doen. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarom zeker moeten stilstaan bij de dag van de Internationale Dag van de Vrouw, de positie die de vrouw inneemt en de rollen die wij ook vervullen, dat zeker de erkenning waard is en belangrijk is voor die hele samenleving om die erkenning te geven aan die vrouw. Ja, ja. En minister, voordat we starten met dit programma, hadden we het erover. U zit al 40 jaar in die business, toch wel, u heeft gebatteld in een top waar toch 90% uit mannen bestaat of bestond. En u kan de vergelijking toch wel vandaag de dag maken. Hoe zit dat? Ja, klopt. Kijk, ik moet ondersteunen, Serena. Als je bekijkt dat vrouwen op een gegeven moment geen toegang hadden tot onderwijs. Ja. Heel basale dingen, toegang tot banen, gelijke salarissen. Dat is de strijd die gevoerd is, ook in niet-traditionele beroepen zoals de politie. Okay. 40 jaar geleden. Er waren weinig vrouwen maar binnen die organisatie. En het is niet makkelijk gegaan, want het was ook een stukje acceptatie, maar ook van jouw kant, de wilskracht. En wilskracht doorzetten en laten zien dat je ook het werk kan doen. En dat, dat er geen beperkingen zijn. En dat je dan ook een inspiratie bent, hopelijk, voor alle andere vrouwen om te zeggen van luister, daar kunnen we ook onze bijdrage leveren. Als je vandaag wereldwijd kijkt, dan kan je niet zeggen dat er vrouwen, dat er één terrein is waar vrouwen niet in zitten en waar ze het niet met succes doen, dat werk wat ze doen. Of het nou astronauten zijn, piloten zijn of technische beroepen zijn, ingenieurs zijn, boorplatforms. Je ziet heel succesvolle vrouwen over de hele wereld. Dus het is een pad geweest waar ik heb moeten worstelen met percepties van mannen, van wat kom jij hier vertellen. Of
Ja, je mikchin lid Ginipi. Dat zijn opmerkingen die ik gedurende mijn loopbaan heb gehoord. Wat kom jij ons vertellen? Dit recherchewerk hebben we al 30 jaar, 40 jaar doen we het. Ja, dat zijn opmerkingen allemaal geweest. Maar die opmerkingen hebben mij niet tegengehouden. Die opmerkingen waren juist een stimulans voor mij. Om te zeggen van nee, je hebt het aan het verkeerde eind. Die vrouw kan ook succesvol zijn en hier ook een bijdrage leveren. Oké, okay. Serena, je begint pas aan je loopbaan of moet ik het anders toch anders stellen? Nou, ik zit nu al ongeveer 10 jaar in de advocatuur. Dat is toch wel mooi. Ja, en nogal, het wordt bestempeld als een beetje mannenwereld, maar intussen zijn er ook heel veel vrouwelijke advocaten, heel erg veel. En ik moet zeggen, mijn persoonlijke ervaring is dat ik niet echt die ongelijkheid heb ervaren. Wat ik wel heb ervaren aan de andere zijde, en dat is dan misschien een gap in generatie, dat je soms het gevoel hebt alsof men wil zeggen, je bent zo jong, sta je wel een collega uit. En dat soort zaken heb je wel soms. Maar net zoals mevrouw Matura zegt, dat weerhoudt ons absoluut niet om te doen wat wij moeten doen. En dat is gewoon de passie die wij hebben gaan uitvoeren. En dan moet ik ook zeggen dat het voorbeeldfiguren zijn zoals bijvoorbeeld Krishna Mathura, die nu leiding geeft aan een ministerie dat primair wordt gezien als echt een mannenwereld. Dat zijn militairen. En een vrouw staat daar aan het roer. En dat is geweldig. En dat zijn dus de inspiratiebronnen van vrouwen die ons allemaal voorgaan, waardoor eigenlijk het pad voor ons steeds meer en meer en meer geplaveid kan worden om te komen tot gelijke ontwikkelingskansen. Zijn er toch wel uitdagingen? Zeker wel, er zijn zeker uitdagingen. Omdat als vrouw word je gezien eigenlijk als de verzorger van een gezin bijvoorbeeld. Dan zijn er vraagstukken als wanneer als je kinderen zou willen als vrouw. Hoe moet je dat combineren als je een carrière wilt gaan maken? Zeker voor wat de politiek betreft. Hoe gaat dat zo'n weerslag hebben binnen jouw gezinsleven? Waar het vroeger zo was dat de vrouw eigenlijk alleen als zeg maar huisvrouw diende. Vervult de vrouw nu een heleboel andere rollen, maar tegelijkertijd wordt wel van de vrouw verwacht dat die primaire rol zoals het toen was, dat die ook meegenomen wordt. Dus die uitdagingen zijn wel daar om die balans te creëren. Maar desalniettemin zie ik, en dan ga ik weer terug naar bijvoorbeeld Krishna Mathura, dat het ons wel lukt om die balans erin te krijgen. En u heeft toch wel moeten bettelen als ik zo hoor. En heeft u kinderen? Ik heb 3 kinderen. En u heeft dat te midden van uw carrière moeten doen, een man, een huishouden, dat alles. U heeft dat alles moeten kunnen combineren, succesvol? Ja, ik denk de ondersteuning van de familie is heel erg belangrijk. De ondersteuning van je man, je partner is heel erg belangrijk. In je omgeving moet ook het besef zijn van, ja, we moeten elkaar ondersteunen. Het is wederzijds, want mijn man zat ook in een gewapende macht, dus het was constant afstemmen. Twee is de wil, die verantwoordelijkheid die je als vrouw neemt op jezelf, als carrière. Daar moet je bewust van zijn. En je moet ook willen een succes ervan maken. En het heeft niets te maken met vrouw zijn, het heeft te maken met als mens werken aan je competenties, enerzijds om je professionaliteit te laten zien, dus je beroep goed uit te oefenen. Het heeft te maken met kennis, het heeft te maken met skills, het heeft te maken met een juiste beroepshouding. Tegelijkertijd moet je als vrouw beseffen dat je meerdere rollen hebt. Je bent ook moeder en die rol mag je ook niet ondergeschikt maken. Maar het is wel dat je die rol niet alleen hebt. Die rol, die opvoeding van die kinderen, is een verantwoordelijkheid niet alleen voor de vrouw. Het is een verantwoordelijkheid ook voor de man. En die moet het beseffen en die moet die verantwoordelijkheid ook durven nemen. Een andere is huishoudelijke taken. In wereldwijd is het zo dat nog steeds huishoudelijke taken het meest worden verricht door vrouwen. En daar moet ook een verandering komen. Huishoudelijke taken zijn niet meer alleen voor de vrouw. Huishoudelijke taken zijn voor man en vrouw. En niet alleen man en vrouw, iedereen in het gezin moet een stukje verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat het huis een thuis wordt voor mensen. Ja. En ik heb het niet alleen dus dit kunnen combineren, maar daarnaast heb ik ook geplant. In moeilijke tijden ben ik, ik heb een structureel aanpassingsprogramma gekend. Ik heb tijden gekend waar er schaarste was, waar ik als
zwangere vrouw in de rij moest staan voor babyvoeding. Dat heb ik ook gedaan. Ook, dus die dingen allemaal combineer je en je kijkt van wat kan je doen om je hoofd boven water te houden. Maar ik denk dat de kracht van elk een, maar zeker van de vrouw, zit in de wilskracht, willen. Ja. Twee is doorzetten. En drie is discipline en organisatie en een goede planning. Okay. Dan heb je ook een gezin, moet je ook die combinatie maken? Ja, ik heb nog geen kinderen, maar wel een partner. Dus je moet wel natuurlijk de balans erin brengen. Maar ik kan helemaal ondersteunen wat mevrouw Matura zegt. Dat de support belangrijk is van de familie. En ik denk dat wij echt ook op een andere manier moeten gaan kijken. Niet alleen de ontwikkeling van de vrouw, maar ook die van de man. Dat het niet meer zo is zoals hoe het vroeger was, dat de vrouw is thuis en let op die kinderen, die man gaat werken. Het is niet meer zo. Wanneer de vrouw aan het werk is, de man is aan het werk, gaat het een gebalanceerde verantwoordelijkheid moeten zijn die beide partijen samen gaan moeten nemen voor de huishouding. En ik maak me in dat kader wel zorgen over de ontwikkeling die je ziet wat het gebied van, vooral het hoger onderwijs betreft. Waarbij je merkt dat nu het juist steeds meer vrouwen zijn die het hoger onderwijs genieten in plaats van mannen. De statistieken van 2019 bijvoorbeeld die zeggen dat 442 mannen waren ingeschreven en 1307 vrouwen op de faculteit der maatschappijwetenschappen. Dat is een verschrikkelijk groot verschil. Toch? En als die ontwikkeling zich zo doorvoorzet, kan je dan een disbalans gaan krijgen, wat ook weer niet goed is. Ja. Dus het is zo belangrijk dat we ervoor moeten zorgen dat in de eerste plaats zowel man als vrouw, maar die mannen hebben al van oudsher die positie al, de gelijke ontwikkelingskansen hebben. Maar tegelijkertijd moeten we waken dat we niet komen in een disbalans. Dus eigenlijk vrouwen hebben altijd gestreden voor die balans, niet dat ze boven zouden staan. Nee, ik denk, dat is niet de bedoeling en dat is ongezond voor die samenleving. Wat er moet zijn, en we zijn man, vrouw, we zijn mensen. En iedereen moet gewoon de gelijke ontwikkelingskansen hebben. Als één wilt worden, een piloot, een arts, een leerkracht, iemand in de politiek wilt gaan, wat het ook is, iedereen moet gewoon die gelijke ontwikkelingskans krijgen. Oké, mooi. En onze gastcolumnist, zoals eerder gezegd, is Maggie Smijts. En voor we naar de column gaan van Maggie Smijts, nog even een introductie. Serena zei het eerder, vrouwen hebben vooral strijd geleverd. En deze intro gaat vooral om een Amerikaanse vrouw die heel veel strijd heeft geleverd om deze dag, om de positie van de vrouw aan hoe vandaag de dag verbeterd te krijgen. Het gaat over Sojourner Truth. Ze werd geboren als Isabella Bonfree in 1797 in New York. En wel in slavernij. Toen haar eigenaar geen gehoor gaf aan de New York anti-slavernijwet van 1827, nam Isabella zelf haar vrijheid. Ze werd rondreizer, priester en veranderde haar naam in Sojourner Truth. Ze groeide uit tot een beroemde activist, eerst voor de afschaffing van de slavernij en daarna voor de rechten van de vrouw. Op de Women's Rights Convention in Ohio in 1851 stond Sojourner Truth op en stak een spontane speech af tegen de witte dames en heren. Maggie Smijts doet een Surinaamse bewerking van Sojourner's originele speech, zoals opgetekend in de Anti-Slavery Bugle door Reverend Marius Robinson. Mi kantak wantusani? Mi wantak wantusani? Fuator disi. Mi na umaleti. Mi tranga lekman. Mi kandu ibri roko saman kandu. Mi ben kot grom. Harpur ksaba. Mi richen. Piki aleisi broko kronto nanga kakao. Kar waman san kandu moro mi. Mi era umananga man asperi. Mi kan tja so furu lek man. Mi kan yang so furu tu. Ef mi kan feneng. Tjara tawa kong. Mi ne ondro gi noa man. No ef we tak fu koni. Ko tak enso. Ef uma ap wan stout batra.
en man op wan jogo. Fusai de umano kan span op team batrafen. Ina fu vrede fuki uma den leti. Ina fu vrede, dat betek tum si furu. Un no mantek moro furu, dan san kan fit en op team batraf unu. Tje poti, adjers bruya tek de man. Wee mi gudu, if you up den leti fu uma. Lus den. Yo fir moro boom. Yo sa ap yu egi leti, dan no one trobi no de. Mi ben era dame drape, atak fa Jezus nooit ben afrontu noa umasma. Na so ade. En fa Jezus ben kona grontapu. Fa Jezus ben kona grontapu. Na gado meken, na nga uma. Man, pe yu anude ina toor disi. Mi no ma lesi, ma mi man yere. Mi ben yere gado buku. Tak Eva ben char amango ini sondu. We, if na uma, tak dry gron tapu tape ede. Gi uma a okasi fu poten bumbaka. Gado blessi, uma e opokon. En so one of the man e opokon nangaden. Metaki grantangifi. En welkom terug. Dat was dan de column van Maggie Smeets. En minister, het gaat toch wel om een opmerkelijke vrouw in de tijd waarop vrouwen gezien werden, ja, nog minder dan een slaaf. En ze had toch die decadie. En u zegt, het gaat niet eens om een vrouw zijn, maar eigenlijk als mens wat je dreeft. Klopt, helemaal. Ik denk, het zijn dit soort moedige vrouwen. Maar ook als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat niet alleen moedige vrouwen, maar moedige mannen ook, dat we daaruit die inspiratie putten. En ik denk dat we ook ons moeten beseffen in het leven, wat is ons rol in dit leven? En wat willen we ervan maken? Wie zijn we eigenlijk? Wat willen we zijn over 10 jaar, 20 jaar? Wat is de toegevoegde waarde aan onszelf, aan onze omgeving, aan onze gezinsleden, aan onze samenleving? En daaruit ontleen je kracht en inspiratie en ook die voorbeelden die we zien dat het wel kan. Dat het mogelijk is. Dat dit soort figuren, dit soort mensen, dit soort moedige mannen en vrouwen de geschiedenis veranderd hebben. Elke keer een bladzijde, tot we boeken vol hebben over deze mooie verhalen. Maar het gaat er ook om, en dat is iets wat ik ook wil benadrukken. Zijn we erin geïnteresseerd? Ja. Hoeveel mensen zoeken dit soort rolmodellen op en spiegelen hun eigen leven aan het leven van die rolmodellen en vragen zich af van ik ben geboren hier, ik groei op, ik krijg de gelegenheid om naar school te gaan. Wat bak ik ervan? Wat doe ik daarmee? Weet u hoeveel mensen over de hele wereld niet de toegang krijgen tot onderwijs? En hier waar we de kans krijgen om wel naar onderwijs of onderwijs te volgen. Ik denk dat het een unieke kans is voor al die jongens en meisjes. En vooral de meisjes om die kans te grijpen en te zeggen van, ik doe er iets mee. En zo denk ik dat we in dit leven moeten staan, in onze rollen moeten staan en inspiratie putten. Serena? Ja, nee, het is bijzonder dapper van die vrouw, maar niet alleen van haar. Maar als je ook kijkt naar de geschiedenis, dan zie je, women can do anything. Maar ook voor haar, als je kijkt naar het begin, bijvoorbeeld een Cleopatra en Queen Victoria en Catherine de Great die in de jaren 1700 is geboren en de leider was van Rusland. Ja. Toch? Het zijn al die vrouwen waarbij je ziet, een vrouw is in staat om barrières te doorbreken. En wanneer je die trend volgt van de geschiedenis, dan zie je dat die ontwikkeling steeds meer op gang komt. Wanneer wij stoppen om te tolereren een hoek of een box waarin wij worden geplaatst. Ja, ja. Dus ik denk dat wij
wanneer wij die passie hebben, gedreven hebben en onze mind gezet hebben om een bepaald doel te bereiken, dat we daarvoor moeten gaan en alle obstakels daar uit de weg moeten werken. En ook in Suriname, als we bijvoorbeeld kijken naar een dokter Sophie Redmond. Ja. Het is een de eerste zwarte arts geweest in Suriname in 1935. Dus wat wij moeten doen, wij moeten gaan voor de doelen die wij voor ons gesteld hebben. En dan precies zoals wat Krishna Bhattura zegt, de opportunities die we krijgen. Ja. In elk geval de basis die er nu is, waarbij je naar school kan gaan, je kan onderwijs genieten. Dat wij ervoor moeten zorgen, zeker als jonge vrouwen ook, dat wij ervoor moeten zorgen dat wij tot de volste potentie ervoor gaan. En dames, anno vandaag de dag is toch wel jammer. Worden verschillende pogingen gewaagd door verschillende instellingen, NGO's, de overheid. Maar we zien dat geweld tegen vrouwen vandaag de dag nog steeds evident is. In de samenleving, minister. Wat moet er gedaan worden? Moet er nog meer gedaan worden vanuit die organisatie, de regering? Of moet er vanuit de gemeenschap die om een zwaai komen? Ja, ik denk vanuit de gemeenschap. Het begint met de perceptie. Met het denken dat mannen superieur zijn en machtiger zijn. En dat die vrouw ondergeschikt is aan haar. Dus niet de gelijkwaardige positie heeft. Dat is één, de perceptie, de gedachte dat veelal mannen hebben van we kunnen geweld gebruiken en dat moet weg. En dat begint bij de opvoeding en vrouwen vooral kunnen daar een bijdrage aan leveren. Want het is voornamelijk vrouwen. In ons land bijna 30% vrouwen hebben een eenouder gezin, vrouwen. Die kunnen daar een bijzondere bijdrage aan leveren. Dat ze beginnen met bij de opvoeding van jongens om te zeggen van het mag niet. Je mag geweld lost nooit op, dus je mag geen geweld gebruiken. Het tweede is skills. Vaardigheden, dat hoe we met onze emoties kunnen omgaan, dat begint ook bij de basis. Dat het denken dat mannen geen emoties of jongens geen emoties moeten tonen. Ja, mogen niet huilen. Leren worden niet geleerd hoe ze met hun emoties moeten omgaan. Ja. Niet in de opvoeding thuis, maar ook niet op school. Waardoor ze opgroeien zonder te weten hoe ze, als ze agressief worden, hoe ze ermee moeten omgaan. En het zeggen van je moet geen geweld gebruiken, gaat niet helpen. Nee. Je moet mensen vaardigheden leren hoe ze met die agressie kunnen omgaan. En dat vind ik dat we te weinig doen, waardoor dit probleem niet gaat oplossen. We willen geen gezinnen kapot maken, we willen juist het geweld eruit halen. Ja. En het derde is dat we vrouwen nog steeds afhankelijk zijn. Kijk maar naar bijvoorbeeld toegang tot banen, kinderopvang. Niet alleen 7-3, maar 24 uur kinderopvang. Dat zijn barrières waar tegen vrouwen aankijken, waardoor ze accepteren die klap of die dreiging. En dat daardoor het geweld veel langer kan doorgaan. Ja. En dat de man het bevestigt van ik kan het blijven gebruiken. Wij hebben daar als samenleving een bijzondere rol in, maar elkeen op alle niveaus hebben we, dus echt als moeder, als ouders, als gezin, als religieuze organisatie, als NGO's, als onderwijsinstelling, maar ook als regering hebben we die verantwoordelijkheid om die barrières, waar vrouwen vooral tegenaan kijken om het te organiseren, om oplossingen daarvoor in de plek te hebben, maar vooral in ons onderwijssysteem opnemen en meer voorlichting zullen, meer, en media kan daar een hele belangrijke rol in spelen. Onderwijs, hoe kunnen we met onze emoties omgaan? Serena? Ja, wat ik bijzonder vreemd gevonden heb, ik kwam tot de ontdekking dat niet alleen vrouwen die in een afhankelijke positie zijn, geweld, huiselijk geweld ervaren. Maar zelfs vrouwen die in een onafhankelijke positie zijn, er zijn zakenvrouwen. Vrouwen die op een hoge maatschappelijke ladder hun posities bekleden. En wanneer je dan gaat kijken wat er gebeurt achter gesloten deuren, dan merk je dat ook binnen die huishoudingen er sprake is van geweld. Dus ik denk dat wat belangrijk is dat we terug moeten gaan ook naar normen en waarden binnen die samenleving en gaan kijken naar het fundament.
Er zijn te veel eenouderlijke gezinnen in Suriname. En wat er gebeurt, als vrouw kan je natuurlijk, als je bijvoorbeeld een zoontje hebt, zeggen je moet dit niet doen, je moet dat niet doen. Maar die kinderen hebben ook een vader nodig. Die vader moet ook in huis zijn om te kunnen demonstreren wat het betekent om een goede man te zijn, om een goede vader te zijn. En met het kapotgaan van zoveel gezinnen heeft dat tot gevolg dat het stukje vaderfiguur dat ontbreekt. Maar we zien ook op scholen dat dat stuk hetzelfde gebeurt. Want zeker 90% van de leerkrachten op school zijn vrouwen. Dus die voorbeelden hebben ze ook. Die voorbeelden zijn er niet. Dus nou, wie moeten de jongens daar opkijken? En natuurlijk hebben wij als vrouw, hebben wij natuurlijk een hele belangrijke rol. Maar er zijn bepaalde dingen die een man alleen kan demonstreren. Hoe je een man moet zijn. Ik ben geen man, dus ik kan je niet demonstreren hoe je een man moet zijn. Toch? Dus wat belangrijk is wanneer we kijken naar Internationale Dag van de Vrouw, is niet alleen de vrouw, maar ook gewoon het gezin in zijn totaliteit. Dat de man ook die rol moet gaan innemen in het gezin. Dat we gaan beseffen dat wanneer we kinderen hebben gemaakt, dat we er moeten zijn samen voor die kinderen. Want dat heeft zoveel consequenties. Een jong meisje bijvoorbeeld, dat haar vader niet kent. Wat er vaak gaat gebeuren, is dat het kind misschien tijdens de puberteit met allerlei jongens gaat, terwijl ze eigenlijk gewoon op zoek is naar een vader. Ja. Toch met alle consequenties van dien. Dus ik denk dat we terug moeten gaan naar die basis. De normen en waarden binnen het gezin goed moeten gaan grondvesten om het fundament te gaan leggen voor onze kinderen en die voorbeeldfiguren kunnen zijn voor ze die we nodig hebben. Maar daar hebben wij als samenleving echt een gedeelde verantwoordelijkheid in. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van die overheid, maar wij gaan met z'n allen die verantwoordelijkheid moeten nemen en dragen. Oké, mooi. En tijdens COVID-19, de pandemie, hebben we gemerkt hoe belangrijk de ICT-sector is voor ons. Echter zijn er nog weinig vrouwen werkzaam in de sector. We spraken voorzitter van de ICT-associatie, Anoushka Sonai, kort hierover en wat er gedaan moet worden om de situatie te verbeteren. 8 maart is voor mij een gelegenheid om te reflecteren en stil te staan bij hoe wij ons leven, onze maatschappij en ons land hebben ingericht en welke rol de vrouw daarin inneemt. We kunnen ons land alleen maar ontwikkelen of in de juiste richting ontwikkelen als we daarbij een ieder betrekken, dus zowel de mannen als de vrouwen. Wat de pandemie ons geleerd heeft, is dat we zaken anders moeten gaan doen. We kunnen niet doorgaan zoals we eerder doorgingen. We moeten dus pivots maken. En wanneer we deze pivots maken, moeten we 2 dingen centraal plaatsen. De well-being van onze mensen, maar ook de well-being van ons planeet. En wanneer we dat doen, is het belangrijk dat we zowel de mannen als de vrouwen betrekken, omdat je beide perspectieven nodig hebt om tot een goed besluit te komen. Kijken we naar de ICT-branche, dan lijkt het ook erop dat er daar ook weinig vrouwen in vooraanstaande posities of besluitvormingsposities zijn. En ik kan dat niet met cijfers aantonen, maar ja, wat ik wel kan zeggen is dat er in de ICT-branche niet alleen maar weinig vrouwen zijn, maar ook weinig mannen. Ik zou me dus liever focussen op meer mensen te krijgen in de ICT-branche en dat zowel mannen als vrouwen de leiderschapsrollen vervullen. Ik heb zelf ervaren dat dat voor vrouwen soms moeilijker kan zijn om in besluitvormingsposities te komen. Maar ik heb ook ervaren dat ik in een mannenwereld, in de ICT-wereld, genoeg ondersteuning heb gehad van ook mannelijke collega's. Ik heb genoeg steunpilaren in mijn leven die ook mannelijk zijn. Dus het is niet per se iets dat ons wordt aangedaan, maar er zijn ook een aantal historische, culturele en sociaal-economische denkpatronen of gedachtegangen die wij vertalen naar belemmeringen of obstakels. En als we dat kunnen wegnemen, die angsten of die belemmeringen kunnen elimineren, dan kunnen we ervoor zorgen dat meer vrouwen doorgroeien naar besluitvormingsposities. Ik realiseer me goed, want ik ben ook nieuwkomer geweest op verschillende fronten, dat het voor alle nieuwkomers wel moeilijk is om je punt te maken of te laten zien dat jij ook wat in je backpack met je meeneemt. Het is belangrijk dat je daar doorheen komt. En dat kan je alleen maar doen door goede prestaties te leveren. Dus elke nieuwkomer moet zich bewijzen.
En als het zo is dat vrouwen een extra aanmoediging nodig hebben om dat te kunnen gaan doen, dan wil ik dat zeker doen. En ik denk dat we de cultuur moeten gaan scheppen waarin we nieuwe ideeën, nieuwe mensen de kans geven om ook door te groeien naar besluitvormingsposities. Het gaat om women in leadership, maar women in leadership kunnen pas goed presteren als je ook men in leadership hebt. En het gaat er overal om dat we competent personeel of competente mensen, competente leaders hebben op deze verschillende posten. Dus ik zou me liever focussen op voldoende support geven aan zowel mannen als vrouwen om zich te ontwikkelen en om de ICT-branche ook te brengen naar een hoger niveau. In de ICT-branche is er voldoende werkgelegenheid voor ieder. Dus ik denk dat als we meer mensen in de ICT-branche willen hebben, dat we ons op een aantal aspecten moeten volgen, focussen. En het eerste is natuurlijk bewustwording. Mensen meer laten weten over wat we allemaal doen en wat allemaal mogelijk is in de ICT-branche. En dat is waar de ICT-associatie zich de afgelopen 10 jaar vooral op heeft gefocust. Daarnaast is het ook belangrijk dat we goede trainingen en opleidingen hebben. Er zijn een aantal opleidingen in Suriname al mogelijk. Maar je hebt ook een heleboel online trainingen. En ik had het net over werkgelegenheid. Dat is er ook voldoende in die branche, want je bent niet beperkt tot werken in een land. Je kan via het internet voor eigenlijk iedereen in de wereld werken. Dus mijn boodschap zal zijn dat iedereen, man of vrouw, je best doet om hoger op te komen. En als er mannen of vrouwen zijn die daarbij een extra aanmoediging en of stimulans nodig heeft, dat we dat ook gewoon bieden en mensen aanmoedigen om steeds het beste uit jezelf te halen. Neem geen genoegen met middelmatigheid, maar probeer echt steeds verder op te komen, hoger op te komen. Want zo alleen kan je ervoor zorgen dat de mensen na jou ook steeds beter worden en dat we het land ontwikkelen naar een hoger niveau. Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd met Dag van de Vrouw. En dankjewel Anoushka Sonai. Zij is voorzitter van de ICT-associatie Suriname. En we hebben haar take op deze dag, de Internationale Dag van de Vrouw, gehoord. En eigenlijk, ze benadrukt gewoon wat hier gezegd is aan tafel. Vooral dat stukje van gelijkwaardigheid, dat toch niet die vrouw, weet je, de man voorbij moet streven, maar toch op één level moet komen. We pakken even een kleine break. Zijn we terug met dit onderwerp, speciaal gewijd aan Internationale Dag van Vrouwen. En welkom terug. En we hebben de problemen gezien, maar wat zijn toch wel belangrijke zaken, minister, die dringende aanpak nodig hebben om toch wel de positie van de vrouw te verbeteren, dan wel die balans te brengen? Het gaat om besluitvorming. In bestuurlijke posities waar we moeten onderkennen wat zijn die barrières waar tegen vrouwen aankijken. En twee is, hoe gaan we dat oplossen? We zien bijvoorbeeld recht op huisvesting is een hele grote barrière in die samenleving. En onder de huidige financiële-economische situaties, met het salaris dat mensen verdienen, kom je er niet. En als je elke dag moet stressen om een dak boven je hoofd, of je kinderen een geborgenheid te geven binnen een huiselijke sfeer, is dat enorm. Het sloopt. Ik denk dat we als regering, als beleidsmakers, welke regering dan ook, dat als prioriteit nummer 1 moet zien van huisvesting. Tweede is denk ik onderwijs. Onderwijs is ontzettend belangrijk. Want als je vrouwen toegang tot onderwijs geeft, en het gaat niet alleen om de kustvlakte, het gaat ook om overal, binnenland, overal moeten we toegang. Ik ben vandaag hier omdat ik ouders heb die me gestimuleerd hebben om onderwijs serieus te nemen en omdat ik toegang had tot onderwijs. En dat moeten we blijven stimuleren. Het is niet alleen het bestuur, maar het zijn mensen, rolmodellen, onderwijzers, iedereen in die samenleving moet toegang tot onderwijs stimuleren. Niet alleen die toegang, maar dat daadwerkelijk onderwijs heel serieus genomen moet worden en dat we de waardering in ons systeem, in ons
maatschappij laten baseren. Want je merkt ook vandaag de dag dat vrienden hebben, loyaliteit, netwerken belangrijker zijn geworden bijna dan de juiste waardering toekennen op basis van prestaties en kennis en vaardigheden en de juiste beroepshouding. Ja. En dat moet echt gaan veranderen. We moeten weer de basis gaan leggen van nee, het zijn niet de kruiwagens, het zijn niet de netwerken, het zijn niet de politieke loyalisten die prioriteit moeten krijgen. Maar laten we mensen belonen op basis van hun kennis en hun inzet en hun geleverde prestaties. Ik denk dat dat heel belangrijk, deze twee dingen heel belangrijk zijn. En als derde is banen creëren. Financiën is een heel belangrijk aspect in het leven van mensen. En daar moeten we ruimte voor creëren, dat we constant banen creëren, zodat mensen ook die kans krijgen om een baan te hebben. En daar moeten we dus die kans creëren gewoon op een zeer transparante manier in die samenleving. Want dat is er niet heel veel in die samenleving. Als je nu vandaag de dag geen kruiwagen hebt, geen oom hebt, die iets voor je kan regelen, kom je er niet toe. Je ziet ook heel weinig sollicitatieoproepen in de krant. En ik denk dat gelijke kansen creëren een heel belangrijk aspect is. Maar ook thema's als geweld benoemen, thema's als sport voor vrouwen, thema's als healthy lifestyle voor vrouwen, thema's als opvang voor kinderen. Ja. Dat soort situaties creëren in die samenleving gaat maken dat die disbalans die er is, die ongelijkheid die er is op dit moment, dat dat weggewerkt wordt. Het zal niet in één keer gaan, maar het zal op termijn weggewerkt worden en dat dat zoveel mogelijk wij stimuleren. Tegelijkertijd, ik benadruk dat we niet moeten vergeten, het heeft ook te maken met awareness in die samenleving naar mannelijke collega's, naar jongens, naar mannen, dat die vrouw gewoon mens is en dat ze recht heeft om haar eigen dromen te hebben, haar eigen ambities te hebben, haar eigen carrièrepad te volgen, gecombineerd met een gezin en dat die ondersteuning van daaruit niet uitblijft, maar omgekeerd ook die ondersteuning van de vrouw naar de man. Ja. Dus die ondersteuning wederzijds is ontzettend belangrijk. Ja. En Serena, moeten we, de minister heeft aangegeven een aantal zaken die aangepakt moeten worden, maar het stukje van wetgeving, je zit er middenin, moeten er wetten gemaakt worden, want soms dingen gebeuren, maar als je echt wetten gaat maken. Ja, ik denk dat voor wat dit aspect betreft, op het gebied van wetgeving, we in redelijke mate over zijn algemeenheid nogal goed zitten, omdat de vrouw toegang heeft tot de basale zaken, onderwijs, een werkgelegenheid. Natuurlijk moet het zich verbeteren, maar op het gebied van wetgeving denk ik dat het nogal redelijk, dat we nadruk op redelijk, goed zit. Maar waar ik me zorgen om maak zijn twee dingen ter aanvulling van wat mevrouw Matura zegt. Het eerste is, denk ik, als vrouw, zeker een vrouw dat staat ook binnen een gezin, heeft een natuurlijke moederlijke instinct. Als vrouw kan je niet normaal denken wanneer je je af moet vragen wat gebeurt er thuis met die kinderen. Ja. Dus ik denk dat in deze tijd we echt naar opvang gaan moeten kijken, zeker met COVID, waarbij de kinderen thuis zijn, niet alle dagen in de week, toch sommige dagen blijven kinderen dan thuis, die moeder moet werken. Toch? En dan waar moet je die kinderen laten, zeker als het gezin is een eenouder gezin, de moeder staat er alleen voor. Opvang is zo duur en als je kind moet blijven bij oom Piet, Jantje, Klaas en buurman, vraag je af wat gebeurt er daar. En dan kan die vrouw niet in de rust haar carrière maken en zich inzetten zoals ze dat graag zou willen. Dus ik denk dat wat heel erg belangrijk is, zeker in het kader van COVID en het onderwijs, dat tegelijkertijd met al die COVID-maatregelen echt naar een stukje goede opvang gekeken moet worden, dat die vrouwen rustig hun werkzaamheden kunnen verrichten. Dat is één. Maar het tweede waar ik me heel erg veel zorgen om maak, en dat gaat dan meer richting de jongere vrouw, zijn die normen en die waarden. Je voert verschillende gesprekken en je praat ook met mannen enzovoorts. En je hoort gewoon hoe de normen steeds meer vervagen.
toch dat eigenlijk de goede natuurlijk niet te na gesproken, maar dat het nogal vaak voorkomt, dat de vrouwen eigenlijk nauwelijks standaarden hebben wanneer het gaat op het gebied van relaties. Ja. Dus ik denk, en dat brengt dan met zich mee, dat de focus, in plaats van dat jonge meisjes zich dan focussen op school en op wat ze moeten leren en studeren, zijn ze gefocust op welke jongens en welke telefoon en welke materiële zaken ze zich kunnen toe-eigenen. Maar dat komt echt met een stukje van hoe die samenleving zich nu gaat ontwikkelen, kijkende naar die nieuwe generatie die er nu is. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij de vrouw gaan ondersteunen, nog meer om die rol als moeder in te kunnen nemen, maar ook de andere functies te kunnen bekleden. 1. Maar 2, dat de vaders in die samenleving, de mannen in die samenleving, ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheden op zich nemen die waar zij voor gekozen hebben. Ja, ja. En dat we daar gaan werken aan het fundament weer van de normen en de waarden. Zeker voor de jonge vrouwen die nog moeten gaan groeien op die maatschappelijke ladder. En ik denk dat wanneer wij dat gaan doen, een goed fundament scheppen, ervoor zorgen dat die gelijke kansen er komen, werkgelegenheid, zodat die financiële onafhankelijkheid van betekenis is voor de vrouw, dan denk ik dat wij gaan richting een goed gefundeerde samenleving. Want immers, waar de vrouwen niet is, atori no draai. Dat is heel mooi. Dus ter afsluiting, minister, nog een statement voor de vrouw, voor de samenleving? Ja, laat me beginnen met de vrouwen te feliciteren met deze dag. Hun heel veel succes toe te wensen. Maar ook hun aanmoedigen om vooral te geloven in zichzelf. Dat ze onmetelijke potentie hebben en dat ze het kunnen. En dat ze zich moeten afvragen van, wat wil ik doen met mezelf, met mijn leven? Wat is mijn werkelijke kracht? Is mijn werkelijke kracht een telefoon, een positie of is mijn werkelijke kracht? Investeren in mezelf, prestaties neerzetten en een inspiratie zijn voor alle andere vrouwen. Dat is wat ik ze wil meegeven. Ik wil ook alle mannen en vrouwen oproepen in leidinggevende posities in dit land om te kijken naar die zaken waar vrouwen mee worstelen. Laten we proberen nog meer mogelijkheden te creëren. En laten we ook onze mannen in die samenleving stimuleren om vrouwen op een waardige wijze te bejegenen. Maar ook hun rol op te nemen, zodat zeker wat betreft hun rol als vader, hun rol als man, hun rol in de huishoudelijke taken, zodat het niet zwaarder wordt voor de vrouw. En het gaat niet alleen om de vrouw, jouw partner, maar het gaat ook om je moeder. Het gaat ook om die zus. Het gaat ook om jouw dochter. Als je verantwoordelijkheid neemt, maak je het makkelijker voor die doelgroep. Ja, ook ik wil de vrouw vandaag feliciteren met deze bijzondere dag. En ik wil alle vrouwen meegeven dat wat wij gesteld hebben in ons hoofd om te doen, de passies die we hebben, dat we die ook daadwerkelijk gaan kunnen uitvoeren. We moeten onbevreesd door het leven gaan. Die barrières zijn daar. Toch, er zijn obstakels die een keiharde realiteit zijn, zoals financiën, huisvesting, werkgelegenheid, noem maar op. Maar de geschiedenis heeft bewezen dat de vrouw zo'n bijzonder wezen is, dat we kunnen multitasken als geen ander. We kunnen bezig zijn te koken, op die kinderen te letten, een online studie te volgen, even te praten met de tante of buurvrouw. We zijn meesterlijke multitaskers. Kortom, de vrouw is een bijzonder wezen. En waar wij gepassioneerd over zijn, moeten we onbevreesd ervoor gaan, zoals die vrouwen voor ons dat gedaan hebben. Dan noem ik een paar voorbeelden, zoals weer Surinaams, een Dr. Sophie Redmond, internationale Rosa Parks, noem maar op. Het zijn vrouwen geweest die de obstakels hebben hun niet weerhouden om te doen wat in hun hart was om te doen. Dus laten we gezamenlijk die bijdrage leveren aan de vrouw en ook vanuit de mannen, dat die ondersteuning gegeven wordt, zodat wij de passies die we hebben kunnen doen en allemaal kunnen werken aan de opbouw van ons land. Oké, geweldig, dames. Ook van de redactie ATV, gefeliciteerd met deze dag. En ik denk dat jullie woorden heel veel inspiratie geven om eigenlijk waarbij jullie toch niet alleen de vrouw poweren, maar ook de man poweren en ook beide oproepen om hun rol te nemen in die samenleving. En ja, we zijn jammer genoeg
We komen aan het einde van ook deze aflevering van Onder de Loep, die we helemaal gewijd hebben aan de Internationale Dag van de Vrouw. We hebben gekeken naar de positie van de Surinaamse vrouw. Ja, een heleboel dingen zijn wel geregeld, zijn wel gedaan, maar uiteindelijk ligt het aan het individu zelf om zijn of haar plaats in te nemen. Als u dit hebt gemist of laat hebt al ingeschakeld, dan verwijs ik u, kunt u nog nakijken op onze Facebookpagina ATV Suriname of op onze YouTube kanaal ATV Suriname. Ik wens u een hele genoegelijke avond verder en tot de volgende week. Dag.